weekend, jongens. Onze hersenen staan uit. Hij is echt net. In deze video staan we weer in de keuken. Ja, dus een paar weken geleden waren we ook al in de keuken en toen gingen we pannenkoeken bakken. Maar ja, we vonden het zo leuk dat we dachten, we gaan nu een hele video ervan maken, maar wel iets heftigers bakken. Ja, vroeger bakten we echt heel veel op ons kanaal. Echt verschillende taarten, een donut cake en rainbow cake en tractaties en zo. Nou ja. Ik weet echt precies hoe dat eraan toe ging. Echt niet makkelijk. We dachten, we gaan het gewoon nog een keer doen. En vandaag gaan we ook weer echt iets extreems doen. We gaan echt extreem terugkomen. Ja, we pakken wel weer meteen het lastigste wat je kan doen. Maar hey. En we hadden in die video gevraagd, lijken jullie koken met Jade en China leuk? Het was eigenlijk een beetje een grapje. Maar jullie vonden het allemaal super leuk. Dus ja, we dachten, ondanks dat pannenkoeken bakken er niet echt heel goed aan toe ging. Ja. Ze waren wel lekker. Ja, ze waren echt lekker. Dus ja, jij krijgt de eer om te vertellen wat we gaan maken. En hamburger! Cake! Woehoe! Mega! Woehoe! Dit is eigenlijk gewoon een mega hamburger cake daar. Nou ja, dat is echt bizar. Ja, wij houden heel erg van hamburgers en van cake. Dus we dachten, hey, let's mix it together. Yes. En we hebben een aantal spulletjes hier. Echt niet meer normaal. We hebben zoveel. We hebben echt gewoon 8 pakken boter. We gaan gewoon echt next level. Ja, tenminste, dat hopen we in ieder geval. Oh ja. Maar hier komt dus even een plaatje in beeld. Dit hebben we gevonden op het internet. En dit leek ons echt zo leuk om na te maken. Hij ziet er natuurlijk wel heel erg mooi uit. Dus ik hoop dat wij hem ook zo krijgen. Ja, we gaan ons best doen. En het is ook gewoon leuk, dus. Oké, dus hebben jullie er nu al zin in? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk zeker hier beneden op ons YouTube-kanaal. En dan gaan we nu beginnen. Oké, nou ja, hier zijn we dan. En alle spullen staan dus nu voor ons, voor de cake. We hebben deze. Dit wordt de bovenkant van de burger. En dit de onderkant van het broodje. En het past echt perfect op elkaar. Like it's meant to be. Je gaat me ook echt weer naaien. Jij hebt zo nog slagroom te goed. Nou ja, dat was dus in ieder geval. Ik hoop niet dat ik hem terug ga krijgen. Je vraagt het zo. Dus. Die vormen, die moeten allebei helemaal vol. Want dan is natuurlijk het brood. En dan moeten nog hamburger en dingen op. Ja, dus ik moet ze ook nog allemaal maken. Cheeseburger gaan maken. We moeten dus nu roomboter, mosterdsuiker en 6 eieren toevoegen. Dat is veel, hè? Oké, eerst eieren. Dat is het makkelijkst. Ja. Nee, dit kan ik niet, hoor. Jawel. Oh, satisfying. ASMR. Oké, wat moet er nu bij? Oh, er moet heel veel suiker bij. Ja, oh, echt zoveel suiker. Oké, moet ik even af. Niet normaal. Echt gewoon bijna een liter suiker moet erin, hè? Niet normaal. Een kilo. Het is weekend, jongens. Onze hersenen staan uit. Echt zo. Oh, een hele klont. Wauw, kijk. Het is van het zandkasteel. Nee, wat doe je? Je bent zo'n kutkind dat het dan verpest. 200 gram. Roomboter of margarine. Oké, dan doe jij dat en dan doe ik de melk. 200, 400 dan toch? Oh ja, 400. Je moet het dus alles verdubbelen, omdat het is dus voor 2 cakes. Maar dan moet alles dus 2 keer zoveel. Ik heb dus nu 100 ml melk en dat ga ik er dus even bij doen. En we zijn nu bijna klaar met de eerste cake mix. We moeten de oven niet voor verwarmen. Bijna vergeten. Doe het gewoon. Yes. Oh ja, dan gooit er gewoon blokken in. Het is niet normaal. Kijk. Oh, het mixt wel. Het mixt wel. We gaan het gewoon doen, jongens. We hebben dus uitgevogeld dat er een stopcontact in de la zit. We dachten echt van, waar moeten we nu het stopcontact doen? Maar we hebben het dus gevonden. Ik wist het geen eens van mijn eigen huis. Handig. Weet je, is oké. Okay. We hebben nu deze theedoek en die gaan we er even overheen doen. Want het gaat echt ontploffen hieronder. Dus dat is niet zo fijn. Hoe goed, hè? Dit was echt een actie voor ons geweest om het te vergeten. We zijn zo goed bezig. Ja, slim, oké. Als het goed is, ik weet het niet zeker, maar als het goed is, wordt het cake. Nou, zou ik geen cake worden? Er zit zoveel boter in en zoveel suiker, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Komt de boter zit erin, daar. Dat stukje. Ik ben alleen bang om erin te gaan, maar ik moet er wel een beetje die kant op. Oh nee. Ga erin. Ja, hoeft ook lekker. Ja, lekker zoet. Dit is echt top. En nu nog deel 2. Ja, dat ook nog. Dit is dus het hamburgerbroodje. Dus dat is de bol. En ik hoop ook echt dat die heel erg gaat rijzen door die baking soda. Want dan wordt die super hoog. En we hebben echt een super grote donut cake. Ik zeg de hele tijd donut cake. Die hebben we ook een keer gemaakt. Maar we maken hem check even. We waren wel heel klein. Ja, heel schattig. Maar het zag er wel mooi uit. Ja, was ook echt. Nou ja.
Volgens mij ging er nog wel eens trubbel in, hè? Ja, maar dat komt elke taart wel. Vandaag gaan we natuurlijk dus een mega hamburgertaart maken. En ik ben zo benieuwd hoe die eruit ziet als die klaar is. Daar ben ik gewoon altijd zo benieuwd naar. Ik probeer me echt even heel goed in te vetten, want ik ben bang dat hij anders blijft vastplakken. Oh, dat is echt zonde zijn. Dat is zonde zijn. Oh, dit wordt echt heel... Oh, heel lekker. Mooi. Oh, ik krijg echt trek nu, hè? Oh, wat mooi. Wow, even mijn hand. Ja, I love it. Oh, waarschijnlijk krijgen jullie nu ook een beetje honger als jullie zitten. Ja, ik krijg dus ook altijd zoveel honger van filmpjes. En dan denk ik echt, oh, waarom doen ze dit? Dus pak er even lekker een zak chips bij of zo. Van wortel. Kan ook. Van wortel. Van hamburger. Kan ook. Pas wel goed bij het thema vandaag. Ik heb nog nooit zo'n grote hamburger. Wat net zeggen, we voelen elkaar goed uit. Ja, telepathie, jongens. We gaan nu dus eigenlijk dezelfde cake maken voor de onderkant van de hamburger en de onderkant van het broodje. Maar ja, hetzelfde zien is natuurlijk niet heel interessant, dus dat gaan we nu gewoon even snel maken en dan zien we jullie. Zo. We're now going to put the cake in the oven. We hebben dus nu de tweede cakekar en hij is echt super goed gelukt. Hij is ook lekker vol, dus dat gaat echt sowieso nog zo erg rijzen, want hij is zo vol. Ik denk dat deze groter wordt dan die. Ja, ik weet niet, maar dat zien we dan wel. En hij moet nu 2 uur in de oven. Dus als dat in de oven zit, gaan we natuurlijk de hamburger maken. Sla, tomaat, kaas. Echt nog superveel. Kaas inderdaad, ketchup. Dus dat gaan we dan allemaal maken in die 2 uur. Dus dat komt wel mooi uit. Ja, dan hebben we lekker genoeg tijd. Tada! Wat zit erin? Wat kunnen we doen? Tot over 2 uur. Ja, geniet van. Ging net dicht. Ging net dicht. Oké, en nu door. Even opruimen. Ja, even opruimen. Dat vinden we niet leuk. Dat vinden we minder leuk. Maar dat moet, hoort er ook bij. Wow. Ja, opruimen. Time out. Ja, we zijn dus terug. En de hamburger zit helaas nog in de oven. En ook nog wel een tijdje. Maar ondertussen gaan we natuurlijk lekker verder. Want er zitten ook heel veel dingen op de hamburger. Ja, en het ruikt echt wel heel lekker. Maar we gaan nu dus de burger zelf maken, het vlees. En we gaan dat als volgt doen. We hebben alle twee een pak Kellogg's. Ik neem er gewoon lekker 2 mee. Rice Krispies zijn er dus. En die heb je dus nodig, hadden we gezien in Amerika. Je hebt ook marshmallows nodig. En die gaan we dus smelten in het pannetje met kokosolie. En dat gaan we dan mengen. En het moet natuurlijk wel een bruine hamburger zijn. Want ja, ik heb nog nooit een witte hamburger gezien. Ja, dus dat doen we met chocola. En dan mengen we alles door elkaar. En het wordt echt een mengsel. Het is lekker hoor. Ja, maar zo vullend. Weet je wat ik me ineens bedenk? Oh, nee. Hij moet wel even groot zijn als die bakvorm van het broodje. Ah. Ze moeten best wel grote hamburgers worden. En we hebben allebei dus bak. Ja, en we doen een dubbele. Ja, we moeten natuurlijk wel echt gelijk een extreme hamburger maken. Double hamburger. Ja, dus we doen een double cheeseburger. We doen die kokosolie smelten en dan doen we daar natuurlijk de marshmallows bij. En het staat nu wel aan, dus het wordt te warm. Oké. Oh, hoor het dan. Ik wil net zeggen dat het foutloos ging, alleen toen kwam onze redder in nood en die zei: waarom doen jullie met aubergine marshmallows smelten? Toen dachten we echt van, oh ja, dat moet natuurlijk met chocolade, echt super dom. Dus we gaan even snel een pan pakken. Zo'n pan. Oh, zo'n pan. Ik dacht een pannenkoekenpan. Het is oké, meid, je hebt honger. De olie is dus nu aan het smelten en we gaan dus nu ook gewoon alvast de marshmallows erbij gooien. En volgens mij is het kokosolie echt zo vet. Dus er moet niet te veel van bij hoor, ja? Nou, maar besef, we gaan hele grote hamburgers maken. Ja, dat is waar. Ik vind het echt heel raar. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Nee, marshmallows maak je echt normaal de magnetron natuurlijk. Yeah. Maar de magnetron is natuurlijk naar de oven is samen met de magnetron. Dus die is nu in gebruik. Oké, ja, ik denk echt wel dat het genoeg kokosolie is. Die hele pan ligt vol met kokosolie. Oké, nu is het klaar. Kijk even hoe dit eruit ziet. Ik ga ondertussen even de chocola in dit pannetje doen voor de aubergine, want dat gaat er straks doorheen. Daar hadden we dus dat pannetje voor nodig. We waren een stapje voor. Ja. Oh! Normaal verbrandt het altijd gelijk in de oven, maar hier wordt het echt zo heel lekker. Zo'n fluffy wolkje. Oh, lekker. Volgens mij moet er meer bij, want we moeten gewoon voor 2 hele grote dikke hamburgers. Dikke plakaten. Ja, het ziet er echt zo lekker uit. Ik wil echt nu echt zo'n hap nemen. Oh, dat is wel lekker. Ik hou ook zo van kokos. Ik weet niet of jullie ervan houden, maar ik hou er dus niet van. Nee, maar het is ook echt, je houdt ervan of je houdt er echt niet van. Ja, dat is wel waar. Oh, is het echt heilig? Ja, het is echt net fluff, alleen nog lekkerder. Oh, nou dit is wel heel fijn. Oké, hier komt het moment. Ik vind het eng. Oké. Hier word ik wel heel blij van. Echt een beetje op slijm. Ja, als slijm komt er terug, jongens. Oh nee, dat is echt verleden tijd. Ho. Zeker geen ho. Even roeren. Hebben jullie ooit zo'n lomp iemand ontmoet als mij? Nee, ik echt niet. Ik ook niet. Ja, jij hebt echt lomp. Maar ik ook hoor. Ik kan er ook niet.
mooi. Ik vind het zo grappig. Ik zou hier ook nooit... Ik zou hier nooit op komen. Nee, echt niet. Ik denk, oh ja, we doen het al met cornflakes. Ik heb er een hele zak in gedaan. Nee, tuurlijk niet. Ik heb nog geen eens een kwart. Hè? Nee, ik bedoel van de marshmallows. Ja. Oeps. Wow. Oké, nou, dan gaan we het hier ook maar doen. Dit vinden wij nou helemaal leuk. Ja. Dus dit wordt natuurlijk de hamburger die gaan we pletten en daarom komt de chocolade bij. Maar dat moet wel een beetje opschieten. Want hij wordt wel al hard. Een beetje hard. Ja, het is bijna gesmolten. Oh, het ziet er wel echt zo lekker uit. Ik probeer het in tak te houden. Ja, chocola is echt mijn lievelings. Zouden jullie eerder snoep of chocola kiezen? Eén chocola. Ik ook, 100%. Ik hou zo van chocola. Ja, laat het dus zeker even weten in de reacties. Tussen ga ik... Ga ik natuurlijk weer marshmallows roeren, wat heel simpel is eigenlijk. Combinatie doet me echt denken aan s'mores. Oh ja, hier dit. Ja, het is gewoon een s'more in één. Ja. Oh, dit is echt het raarste gevoel van mijn hele leven. Volgens mij is deze ook zo goed. Het voelt als slijm. Dit is echt zo satisfying. Echt veel lekkerder dan slijm. Dit is gewoon food slime. Besef, dit wordt gewoon een hamburger. En hij is ook nog eens echt super lekker. En hij lijkt... Misschien moet je straks nog iets meer chocola erbij doen. Het is een mooie hamburger! Zijn zo excited? Ja, ik ben echt veel te excited voor deze taart. Ik hoop echt dat hij nu goed lukt. Anders weet ik echt mijn hele dag dan helemaal van. Bitter is hij ook lekker? Dat sowieso. Sowieso lekker. Ja, hij moet nu even hard worden. En... Hij lijkt echt zo erg. En ook als hij op het broodje ligt, dan lijkt hij natuurlijk nog erger. Want dan zie je natuurlijk echt het totaalplaatje. Ik had echt verwacht dat dit zeg maar de tegenslag zou zijn. Ik ook. Dat dit echt helemaal zou mislukken. Ja. Ah, ben je zo trots op ons? Ja, oké. Okay, ik ga geen H5 geven. Nee, doe maar niet. Ik was even vergeten dat deze er nog stond. Oeps. Maar we gaan dus een double cheeseburger maken. Dus we gaan er twee doen. Dus ik zet deze niet. Deze is nog klaar. Ik moet echt proeven. Lekker. Oeh, het is heel lekker. Het is zo zoet alleen. Je tanden vallen echt letterlijk uit je mond. Maar de double cheeseburger is bijna een feit. En dan zijn we gewoon klaar met dit. Ik ben echt trots op dit. Ja, dit is op die echt, echt wel een duimpje omhoog waard. En ik denk dat hij klaar is, net zoals de andere. Laat even weten of jullie op hamburgers vinden lijken. En ik vind het best wel goed lijken. Ik ook. Ik ben echt surprised. En we gaan nu even alles opruimen en dan verder met de sla, tomaat, uitjes en oh, de boterham, de ketchup. Oké, nou de burgers staan dus nu gewoon even te staan, gewoon even hard te worden. Ja, dus dat gaat helemaal goed. En ja, de taart is nog steeds in de oven. Die moet nog 55 minuten in de oven. Dus ondertussen gaan wij nou een soort leuke decoratie maken. Want ja, wat is een hamburger nou zonder kaas, lettuce, tomaat, oh ja, ui, alles. Lettuce. Dus we hebben natuurlijk geen groen, dus dat gaat Jana mengen. En ik ga gewoon de cheddar cheese maken. Ik moet twee plakken maken. Ui, tomaat, kaas, sla. En botercrème. Ja, ketchup gaan we maken van botercrème. Ja, dit is heel raar. We hebben het net schoongemaakt en we gooien er nu weer allemaal poedersuiker op. Maar anders gaat het helemaal fout gewoon. Als ik letterlijk mijn tong erbij voel, krijg ik allemaal zoet erop. Ah, oh, dat is wel lekker. Ik hou echt van hamburgers, alleen er moet echt kaas op zitten, want anders vind ik hem echt niet lekker. Nee, dat maakt het echt helemaal af. Waar heb jij je lekkerste hamburger gegeten? Oh, dat is echt heel lastig. Ik weet het. Ik denk toch wel echt het allersimpelst, maar ik denk toch wel echt toen ik naar LA toe reed. Toen kwamen we een In-N-Out tegen langs de weg en toen waren we echt wel eigenlijk, kwam niet zomaar tegen. We waren er echt naar aan het zoeken en toen hadden we er een gevonden. Echt zo langs de weg, echt zo waar je in kon rijden. Je kon er niet zitten, er was geen restaurant. Drive-in. En toen gingen we daar een hamburger aan. Die was zo lekker. Dat is niet normaal. Want dat is niet zo'n McDonald's burgertje. Nee, het was echt een goede burger. Yeah. Ik vond die ook echt heel lekker. Maar je moet hem wel echt halen inderdaad. Want is het bezorgd of zo? Ja, dat weet ik niet. Dat kan in LA. En die milkshake die was ook niet normaal. Het was wel lekker, maar het was gewoon een soort van echt letterlijk een stuk taart was het. Waar bij In-N-Out? Ja, het was niet normaal. Huh? Ja. Ik weet je wat je kan vragen bij In-N-Out? In-N-Out is trouwens een... fastfoodketen dat alleen in California zit. Maar het proeft echt niet als fastfood. Het proeft echt gewoon echt als een goed restaurant. Maar weet je, kan vragen van het secret menu. En animal fries. Dat zijn frietjes met allerlei soorten saus en allemaal dingen erop. Maar je staat niet op het menu. Oh, dat ga je echt zeker vragen in LA. Ja, maar dan moet jij dus ook echt gaan doen. Oh, wat lekker. Nou jongens, als iemand naar LA gaat, animal fries dus. En een hamburger echt nemen. Zo lekker. Ik heb nu de kaas helemaal uitgerold, de cheddar cheese, en ik ga die snijden in een vierkantje, dus let's go.
Hij past er echt perfect overheen. Oh ja, er komen allemaal puntjes onder uit. Ja, dat is goed. Lekker hoor. Ik voel me nu echt bakker. Yes. Ik voel me nu echt een bakker. Zo. Ja, dat gaan we niet doen. Laten we maar gewoon heel rustig met beleid hier neerleggen. Is dit een goede vorm? Ik weet het echt niet. Ik denk het wel. Oh, nee. Sukkel. Nee, ja, alsof je dat er nu nog uit krijgt. Hij zak. Oh nee. Ja. Een wissel, we gaan deze erin doen. Deze had weer een minder heftig kartonrandje. En dan gaan we eventjes een soort van blaadje tekenen erop. Ze zal het wel weten, hè? Ja. Oh, het ziet er echt goed uit. Ja, dan kan ik heel goed tekenen, dus dat komt sowieso wel goed. En daarom doe ik dit, want dit is wat makkelijker. Want ik kan niet tekenen, echt nul, gewoon echt letterlijk. Ja, had ook heel mooi de girly logo op de Crafty Murph getekend vorige week. Hier een link. Yay. Dat was echt leuk. Ja, dat was echt leuk. Oh, de spray was ook... Dat was wel... Mensen zijn echt zo trots op ons girly logo. Wat vinden jullie ervan? Laat zeker weten in de reacties. Hier komt die nog even in beeld. En de intro hebben jullie natuurlijk aan het begin gezien. Die was ook wel leuk. Ja, ik vind de intro zo leuk. Echt, I love it. I love it, zo proud. Oké, dit is slaapblaadje 1. Ik ga er nog iets van 2 of 3 maken. Maar ik vind dit wel lijken. Kijk, nu hebben we kaas. Ja, ik vind hem ook echt lijken. Nu hebben we kaas en sla. Ze hebben de moed echt te pakken. Ja, ze zijn echt lekker bezig. Ja. Dat is beter dan de pannenkoeken. Nu alleen nog die taart, daar schrik ik me een beetje voor. En weet je wie ik me een beetje voel? Taart van Abel. Ik keek dat vroeger altijd. Ja, ik ook. En ik wou er altijd super graag aan meedoen. Maar soort van, hij zei altijd dat hij koffie wou als hij soort van taarten ging maken bij iemand. Maar ik wist niet hoe ik koffie maakte, dus ik stresste hem er altijd zo erg voor. Maar ik dacht altijd dat ik de enige was die was van, oh my god, ik weet niet hoe ik koffie moet maken. De slaapblaadjes zijn dus niet klaar. Het zijn er 5. Oké, ik ga uitmaken. Ze zijn echt heel mooi. En nou, ik ga die eitjes maken. Van die eieringen. Lekker. Die zijn echt met paars, maar die hebben we niet. Nee. Maar eigenlijk zit er paars tussen. Dus misschien dat ik een klein laagje rood erop doe. En dan, want daarna snij ik het en dan rol ik het zo in elkaar. En dan heb je eitjes. Zo jongens, jullie ook twee technisch gehoord. Ja, dat moet zeggen. Ik ga nu dus de vorm van de tomaat erin snijden en dan is die al goed, dus dan hebben we er al 1. Het is gewoon raar om lekker gezoete groenten te maken. Het liefst was het maar altijd zo lekker zoet. Ja, helaas hè. Dat is niet zo. Nee. Ik heb nu dus een heel dun rood laagje en die ga ik dan hier opdoen. Dan ga ik een vierkantje snijden en dan gaan we er een ui van maken. Nou ja, het is zo creatief. Ja, ik had het een keer ergens gezien, dus we gaan het proberen na te maken. Oprecht, we zijn zo lekker bezig. In alle andere kookvideo's die ging het al eerder mis. Ja, was echt van, oh nee, hoe gaan we dit nog oplossen? En nu is het echt van, oh wat een pies. Ja, behalve die taart dan. Ik heb geen pies over die taart nog. Dit is mijn tomaat, echt, dit is echt het uiterste kunstwerk dat ik had kunnen maken. Ik had echt niet beter gekund. Ik ben er best wel trots op mijn tomaat. Meid, helemaal trots. Even een applausje voor Gina de tomaat. Je hebt echt zo'n Italiaanse pizza persoon. Zit in Gina weer geen, hè? Moet het nog... Nou, oké. Trouwens, over genen gesproken. Het lijkt me super leuk om een keer een DNA-test te doen. Dus laat zeker even in de reacties of jullie dat ook leuk lijkt. Want we hebben het eigenlijk al besteld. Dus we krijgen het niet leuk is. Komt er dus uit waar je vandaan komt. En je etniciteit of zo. Ja, allemaal dat soort dingen. Wat heb jij? Waar denk je dat je sowieso van... Je hebt sowieso iets Italiaans. En mijn voorfamilie komt uit Sardinië. Dus dat is Italië. Maar verder heb ik echt geen idee eigenlijk. En jij hebt eigenlijk een idee. Wat denk jij? Ik weet echt, ik heb letterlijk geen idee. Ik heb het ook aan mijn ouders gevraagd. Jullie weten ook nog. Wat denken jullie? Iets Aziatisch heb Indonesisch? Ja, misschien iets Indonesisch. Dat moet ik. Ja, denk ik zoiets. Ik zou het echt niet weten bij mij. Het wordt echt een grote verrassing. Oké, girlies, dit is mijn ui. Ja, best wel goed. Duik hem wel voor mijn ui. Woehoe! Na een tijdje rollen, snijden, knutselen, is dit het resultaat. Yes, en ik vind het echt heel erg mooi geworden. De ui lijken heel erg, de tomaten lijken heel erg, sla en de cheddar cheese. Dus het is helemaal top en ik denk echt dat het er super goed uit gaat zien. Taart is ook over 10 minuutjes klaar, dus we moeten best wel boterham gaan maken. Dus ik ga even het recept opzoeken, want ik ken hem niet meer uit mijn hoofd. Ga in ieder geval dus gewoon boter, crème en poedersuiker mixen en dan rode kleurstof erbij. En dan moet het ketchup worden en dat doen we dan aan de onderkant van het broodje en aan de bovenkant zeg maar van beide broodjes. Dus de taarten zijn als het goed is nu klaar, dus... Oh my god, dit is zo eng. Is hij... Wow. Ze zijn goed, Oké, hier waren we zo bang voor al de hele tijd. Kijk even hoe hoog die achterste is. Oh my god. Wat een mooie. Ik ga huilen hoor.
ze nu weer uit gaan halen. Ja! Ja! Maar hij is wel donker. Hij is echt net niet verbrand. Hallo, maar het is gewoon een bruin hamburger. Hij had er geen 10 minuten langer in kunnen zitten. En? Nee, maar te grap. Wacht, even dit zo afhouden. Ik hoop echt heel erg dat je een grapje maakt. Net alsof er veel ei is. Nee. Het moment van de waarheid is de puzzel compleet. 3, 2. Ik kan het eigenlijk wel zien dat ik toch groot is, maar... Nee, hij is perfect! Nee, hij is echt goed. En er komt ook nog een burger op. Hey, hoe gaat het met de burger eigenlijk? Even voelen. Oh, die zijn zo hard. Gaat perfect met de burgers. Oké, het laatste wat we moeten doen om eigenlijk de hamburger op te bouwen, is de ketchup maken. Yes, en dat doen we dus met botercrème en dan kleuren we het. Dus we doen nu de boter erbij. Hij is al helemaal op kamertemperatuur, dus daardoor hoeven we hem niet te snijden. En nu moeten we eigenlijk gewoon echt super veel poedersuiker erbij doen. Echt gewoon 2 bakken. Oké, kleurtje erbij. Kleur, stofje erbij. Rood natuurlijk. Ja, dit is ketchup. Dit is ketchup kleur. Oké. Is ready. En zullen we het proeven? Ja. Echt wel lekker. Zoet. Heel zoet. Heel zoet. Nou, we zijn nu op het leukste moment waar we echt uren naar uit hebben gekeken. Namelijk de finale en het decoreren. Oké. Oké, dus we gaan eerst de ketchup erop doen. Kijk. Oh my god, hij is zo goed gelukt. Oh my god, ik wil dit ook. Ik moet een beetje wat bewaren voor deze, want het komt ook nog hier aan de onderkant. Oké. Wacht even, we zoeken hier even een moment voor. Wel even, we zien jullie zo. Oh, perfect! Ik ben echt trots. Oké, nu de kaas. Oké, moet echt zo precies die hoekjes. Ja. Nu de andere burger. Nu een beetje ertussen, zodat het blijft plakken. Dus yes. Van erop. Oh, ik vind het helemaal top. Laatste plakje kaas. En een beetje soda. En dan de randjes weer mooi. Hij is ook zo groot. Ja, hij is zo mooi. Oké. Maar wat is natuurlijk een hamburger zonder sla en tomaat en ei? Dus we gaan het er nu opleggen. Even een momentje voor deze hamburgertaart. Hij ziet er echt zo mooi uit. En hij is echt zo goed gelukt. Oké, de saus doen we dan hierop. Ik ben echt trots. Ja, ik ben echt ook trots. Er is echt letterlijk niks misgegaan. We waren echt goed op onze hoede. Ja. Oh! Hij is echt zo Maar hij lijkt ook echt zo echt, hè? Nou, alleen nog de sesamzaadjes. Oh ja, hoe gaat die blijven plakken? Weet ik niet. Het broodje is een beetje bruin, maar waarschijnlijk is hij dan de extra crunchy. Ja, laten we dat zelf zeggen. Dus we doen er nog wat sesamzaad op, maar dat blijft natuurlijk niet zomaar plakken. Dus we hebben wat suikerwater gemaakt en dat gaan we er gewoon heel dun overheen smeren. Teamwork! Oh, maar even, dit is ultieme teamwork. Ja, dit is echt gewoon de hele dag al teamwork. Dit is hem dus, zoals jullie kunnen zien. Ik ben er echt heel trots op. We zijn er gewoon de hele dag mee bezig geweest. En ik had echt wel iets ergens. Het gaat altijd gewoon fout. Dus ik dacht, er moet wel iets fout gaan. Maar eigenlijk, alleen het broodje is een beetje bruin. Maar het kan net. Dus ik vind echt dat hij heel erg mooi gelukt is. We did it! En willen jullie dat we meer van dit soort taarten bakken of koken? Laat het zeker weten in de reacties. Je weet, kunnen we nog wel een keer iets gezonds ooit. Dus koken met Jana en Gina. Als je dat leuk lijkt, laat het echt even weten in de reacties. Wij vonden het in ieder geval heel leuk. Alleen heel veel werk. Maar ja, dat hoort erbij. Ja, dus en ik heb iets moois hebben. Dus we gaan hem na de video waarschijnlijk wel even aansnijden om te proeven. Maar we willen hem nog wel even laten zien aan ons broertje en zusje en ouders van tijd. Doe allemaal een duimpje omhoog voor deze taart. En natuurlijk voor onze kookkunst. En abonneer allemaal op ons YouTube-kanaal. Yes. Oeps, we hebben iets vergeten te melden. We hebben volgende week namelijk helaas geen video. Ja, we hebben best wel druk gehad natuurlijk met school, intro, pop-up store. Nou ja, jullie hebben natuurlijk allemaal al gehoord wat we allemaal te melden hadden. Ja, we vinden het natuurlijk echt super jammer. Maar de week daarna komt wel weer een superleuke video online. Want we zijn meteen op vakantie. Yes. En check zeker onze Insta, want de eerste week gaan we daar zeker al leuke foto's op plaatsen. Yes. En Insta stories, dus girlies en een skirt vlog. Yes. Oké, tot over 2 weken dan. Ik wens jullie nu al.